Dames en heren, jongens en meisjes, wij arriveren zometeen op geplande aankomsttijd, de station Roosendaal. Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Dit Scammer Gamers. En welkom terug in de trein, welkom terug in een film, welkom terug net voor Goes. En waarom net voor Goes? Dat is een goede vraag. Ik kom wel geteld net uit de trein stappen op mijn ritje vanaf Goes naar huis, naar Apeldoorn. Vanochtend heb ik de trein genomen, ik was een weekje op vakantie, daarom heb je ook even geen afleveringen van mij gezien, want dat mocht nogal virus zijn. Ook ik heb even een weekje rust gehouden. En daarom zijn we nu weer gewoon hartstikke terug in Train Simulator met een film richting Amsterdam Centraal. We gaan alleen vandaag niet verder rijden dan Goes. Of wacht, Goes, daar zijn we nu. excuus. Dan Roosendaal, sorry, links onderin staat het. Dat is de dode man. En we hebben vandaag een zesbakken film bij ons. Dat wat geheel normaal was, blijkbaar. Tenminste, dat is ook waar ik in heb gereden, namelijk. Dus daarmee gaan wij vandaag naar Roosendaal rijden. Ondanks dat onze nieuwe map van Zuidwest-Nederland, waarvoor uiteraard weer dank. Die gaat tegenwoordig natuurlijk een flink stuk verder. Dat moet ik er even bij pakken voor jullie. We gaan tegenwoordig vanaf Roosendaal, dat is daar, ja. Gaan we door naar Lage Zwaluwe, waar we bij elkaar komen. En we gaan natuurlijk nog helemaal door naar Dordrecht. Ook die wil ik nog wel een keertje graag rijden, maar we rijden vandaag. En ook daar ben ik trouwens langs gereden, maar we rijden vandaag maar een klein stukje daarvan hoor. Zo, ik heb plaatsgenomen in de cabine. Ik zat overigens onderin en niet bovenin, dat te zijde. En dan moeten we even lekker doortrekken. We zijn in ieder geval op tijd vertrokken, misschien dan zelfs een paar secondjes te vroeg. Een 43 stond op de geplande vertrektijd. Dus nou ja, we zijn netjes op tijd vertrokken. Volgende station Capelle Biezelingen. Oftewel 9 uur en 48 minuutjes moeten we daar aankomen en vertrekken. Dat wordt altijd een vreselijk korte stop. Ja, de Intercity die op alle kleine tussenstationjes gaat stoppen. Die gaan wij vandaag rijden. En ik heb wel gemerkt dat die film opeens een sprinter is geworden. Want het zijn op zich wel redelijk wat stationnetjes. En nou, je moet op zich best wel pittig doorrijden, kreeg ik het idee. Om alle stations goed te kunnen bereiden en op tijd. Want de Goes hadden we een minuutje vertraging. Maar die hadden we pas ergens bij... uit mijn hoofd. Bergen op Zoom pas weer opgelost. Dus ja. Moet er wel rekening mee houden. Dat je pittig doorrijdt hier in Zeeland. En ik heb het weer trouwens op foggy gezet. Het had voor mij nog wel iets foggier kunnen zijn. Want de afgelopen 3 dagen geloof ik. 4 dagen. Ik heb misschien nog maar zicht gehad op een metertje of 100 voor me. En dat was gewoon wel echt ernstig. Ik heb ook wel filmpjes al voorbij zien komen van verschillende... treinmachinisten. Die dan hun werk filmen, weet je wel. En dat zag er uitermate bijzonder uit hoor. Hoe ze dan zo door het... ja, zonder geen enkel zicht te hebben eigenlijk door kunnen rijden. Ja, je moet er maar op vertrouwen. En eigenlijk kun je achterover gaan leunen. Want ja, wat moet je doen dan? Je kan net op tijd de seinen zien. En anders doet de ATB voor je. En als je iemand raakt, ja, dat kun je toch niet zien. Want er zit net een paar meter voor je. En dan kun je pas iets doen. En dan ben je toch al te laat. Voordat je reageert, staat hij al voor je helaas. Dus ja, je moet wat. En helaas is dat vaak negatief. Maar goed, dat zei je. Ga maar eens beginnen met afremmen. 48 moet aankomen. Ik denk dat we moeten gaan afremmen dan dat we zorgen moeten maken over de tijd als ik het zo zie.
voordat ik deze... dit slagschip weer tot bedaren krijg. Dat is altijd wel eventjes... even wennen. Nou, even wennen. Even geduld hebben, laat ik het zo zeggen. Twee minuten hier op dit station, joh. Nou, heb je het doorgereden, toch? Ja, op tijd, mevrouw, inderdaad. Kijk u maar eens even op de klokje van u. Ja, slagbomen dicht. Tikkie, 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 tikkie. Zo. Ik vind... helemaal mooi. Zo, daar zijn we weer. Capelle Biezingen, dames en heren. Station Capelle Biezingen. Biezelingen, ja. Het is ook echt een grap waarvan je denkt, nou goed, oké, dat mag je eigenlijk niet zeggen. Oh, extra trein. Ik heb mijn extra trein er nog op staan. Shit, shit, shit. Amsterdam gaan we heen. Amsterdam Centraal. Daar kon ik wel naar Apeldoorn toe. Tussen, dat had ik al gehoopt dat hij naar Apeldoorn ging. Maar dat ging helaas niet. Ja, dat is wel leuk. Maar ik mag nog niet vertrekken, lieve schat. Van een conducteur. Ik mag helaas nog niet vertrekken. Doet die deur nog maar een keer open, want... ik had hem hier maar eens even wachten inderdaad, ja. Zo, doet ze nou maar dicht. Maar nou ben ik natuurlijk te laat, want het duurt wel geloof ik een minuut. Oké. Okay. Nee, precies op tijd zelfs. Kijk! Hopsakee. Deur dicht, deur dicht. Ja, en doorschakelen. Heel goed. Gewoon op de 100 zetten. Volgens mij klinkt dat realistisch als ik hem op 100 zet. En zo, volgende station, Kruiningen-Ierseke. 9 uur en 53 minuten. Zo. Ja, nou kan ik natuurlijk wel zeggen, goh, wat ziet het hier realistisch uit? Nou heb ik wel een heleboel om me heen gekeken. Maar ik zag alleen geen hand verhogen door die dat een mist. Het is een beetje lastig. Maar ik zag, ik kwam net, want ik kwam, moest het scenario opstarten in Vlissingen. Dus vandaar dat ik aankwam rijden natuurlijk. Daar zag het er ook super vet uit. En ja, ik blijf het een prachtige route vinden natuurlijk. Met alle bruggen en windmolens. En, nou goed, ja, je snapt het wel. Ik hou ervan. Ah, de brug gaan we over. De brug! De brug. Oh, net de tijd. Even kijken. Ja, ik wou namelijk net eventjes gauw de kaart openen. Oh, niet te hard rijden, niet te hard rijden. Want we gaan hier zo meteen over de brug van de... Kanaal door Zuid-Beveland. Inderdaad, die ja. Maar, behalve dat je denkt van, goh, ligt daar een kanaal dan? Nou, het is wel even een kanaaltje. Het is niet waarvan je denkt, goh, het lag daar een kanaal. Inderdaad, ja, dat ligt wel serieus even een kanaal. Dat is ook geen kleintje. Zo, ja hoor. Eén bak, twee, drie bak, vier bak. Een zesbak. Pop. Al wel. Ik dacht dat
dat ik toen nog voelde dat ook op de weg hier naar beneden, wat op zich best wel een steile afdaling is, dat ik hem daar ook nog tractie voelde geven. Maar ik geloof dat als ik die zo op mijn kaartje onderin het station aan hoor en zie komen, dat ik wel eventjes de rem erop ging gooien. We moeten daar in 53 aankomen. En dat lijkt wel redelijk op tijd te gaan lukken. Dus dat scheelt. Daar zijn we, hè? Zijn naar Roosendaal. Ah, correct. Nou, al wel, we rijden de treinheid in feite verder naar Amsterdam, maar goed. Zet hem maar stil, hoor. Oké. Okay. Nice, nice, nice! 53 vertrekken, dat betekent denk ik dat we er nog een keer de deur open moeten doen. Of niet, nou ja, we wachten wel eventjes, denk ik. Anders komt het denk ik net niet uit. Roosendaal Intercity 4 Bergen op Zoom. Vlissingen 4 Goes, Middelburg en Vlissingen Soelberg. Hallo mevrouw, ik begrijp dat u kunt vliegen. Nou, wij doen gewoon nog een keer de deur open, want volgens mij gaat het wel passen. Twaalf uur. 37. Nou, ik geloof niet dat dat helemaal correct is. Ach ja, maakt niet uit. Correct, correct, correct. Wat zitten we te klagen? Ik vind het toch geniaal dat het opstaat. Laten we daarover beginnen. Dat is wel fijn altijd dat we mogen vertrekken. Ah, we mogen vertrekken, correct. Fijn. Oké. Okay. Volgende station. Krabbedijken. 9 uur 58. Meneer de auto, moet ik nou iets hiervan denken of zo? Of. Ja, het zal wel. Het zal wel goed zijn. Volgens mijn kaart, die ik er snel even bij geopend heb. Is het één groot recht door niemands land heen? Nou, dat is altijd prettig om te weten. Je woont er of je woont er niet, hè? Zo is het maar net. Het is altijd prettig om te weten. Dat hier gewoon echt... Oh nee, er is nog een dorpje. Oostdijk. Nou, kijk. Voor de mensen die in Oostdijk wonen... shout-out naar jullie, zoals ze dat dan noemen. Ik ben niet zo van de shout-out, zo, maar dat maakt niet uit. Detail. Dat je er maar wonen mag. Lijkt me een eer om daar te wonen. Oh, we gaan op de hard. Wacht even. Maar ook handig is dat je, zoals je nu ziet, ik heb gewoon op 0% staan. Kunnen we wel lekker laten uitrijden zo, hè?
kijken. Ik hoef nu geen enkele attractie eigenlijk meer te geven. Tot en met het station gaan bereiken. Wat al in zicht is. Maar ik zoveel moet gaan afnemen alweer. Ja, je zou de bewonersstation gaan bereiken. Gewoon een intercity voor je neus, hè? Van de beste aansluiting tot heel Nederland. In zo'n dorp. Nou, je moet alleen wel even 10 minuten wachten op Roosendaal. Sinds de laatste dienstregeling. Goed, dan moet je er allemaal die bij vertellen. Oh. Dan ben je ook een height, hoor. Als je... Het is echt slecht van de NS, maar goed. Kan niet alles hebben, hè? Wat is dat? Wat zeg ik dan nou? Oh, nee, station komt eraan. Wacht even. Ik wil even kijken. Citybureau. Nieuwbouw voor excessieve bureauvaggen herfst 2008. Yes! Daar wil ik nou mijn kantoor hebben. Geniaal bord. Wij moesten om... 58 aankomen en vertrekken. En we komen op 57 aan. Dus ik denk dat we dat netjes gedaan hebben. Zes bakken, dat hebben wij. Oh, is. Moest toch eventjes nadenken van, ging dat wel goed? Oh, ja. Maar goed, niks aan de hand. Had wel, had geklappen gemogen, ja. Toch wel. Hij spoor wel, zet dan weer open, dat is netjes. Dat is inderdaad netjes. Dat die in ieder geval weer open zijn. Yes. Hoppatee! Dat is even strak vertrekken. Kiek. Onderweg naar het volgende station. Zeeland Bad. 10:02. 10:02. Nou, dat is wel 4 minuutjes. Dat, oké. Nu moeten we of hier ergens op de 80 of zo blijven hangen. Dat doen ze dan ook nog wel eens, regelmatig, denk ik. Want daar is het volgende station al in beeld, inderdaad. Dan gaan we denk ik niet helemaal doortrekken naar de 140, want dat zou een beetje zonde zijn, denk ik. Dat was volgens mij zo'n bijzondere oversteek met van die lampen de bovenkant. Van die vierde zaag, hè? Ja. Die zie je ook niet overal met zo'n paal aan de bovenkant. Gemakshalve ga ik er gewoon vanuit dat het realistisch tot 100% is, dus ja. Oh ja, er zit hier zo'n dijkje. Oh ja, dat heb ik gezien, ja. Door heel Zeeland lopen allemaal verschillende dijken. Uit de vroeger ontstaan natuurlijk. Nou, toen kwam de trein. Ja, dan moeten we die over de dijk in gaan leggen. Ja, de dijk heeft inmiddels ook geen functie meer waarschijnlijk. Maar ja, er zijn allemaal nieuwe dijken al rondomheen gelegd. Maar aan de andere kant, dit is natuurlijk wel een gat ondertussen. Als je dan nog zo'n oude beveiliging hebt, dan zou je hem denken van, goh ja, laat het intact dan of zo. Maar ja, als je dan vanuit gaat dat de nieuwe beveiliging
prima in orde is. Ja. Is voor allebei wat te zeggen, hè? En stil. Netjes, netjes, netjes. 1 over. Nou, dan gaan we net 2 over vertrekken, denk ik. Ik had dat klap wordt. Oh, ik ben vergeten op de dode man te drukken. Kan gebeuren. Is dat over stil? Ja, kunnen we gaan? Ja, we kunnen wel gaan, hè. Vooruit, maar dan trek ik gewoon wat langzamer op. Zo. Maar dat klinkt wel heel vaag trouwens. Zo. We zijn aan het bad, als leiden wij uit. Onderweg naar... De grote steden. Bergen op Zoom is het volgende station. Om 10:11 komen wij eraan. 10:11. Als een stukje doorkachelen. En dan als laatste Roosendaal. Na Roosendaal stopt deze trein nog op Dordrecht, Rotterdam Blaak en Rotterdam. Dat stuk gaan wij niet rijden. Dat stuk heb ik wel gereden. Langs de weg, ja. Zitten we langs de weg, ja. Even kijken. We hebben net station Gravendijk gehad, hier. Gaan we zo een... bocht naar links draaien als het is. Dat echt. Wat? Nou, die hebben we net al gedaan. Maar dat ligt er gewoon na. Oké, okay, vandaar. Ja. Oh. Dan gaan we zo meteen weer omhoog. Ik denk dat ik dat al wel kan zien in de verte hier. Dan gaan we namelijk over het volgende kanaal heen. Het Schelde Rijn. Kanaal of verbinding of hoe je het ook noemen wil. Maar die is wel eventjes ook vrij groot. En dat, ik geloof dat daar ook wel even flinke schepen doorheen varen, hoor. Goed. Schelderijnkanaal, ja. Ik geloof dat er zelfs een hele nieuwe scheepvaart, wet niet, maar regels zijn voor om daar te varen. Omdat er gewoon zoveel scheepvaart overheen gaat. En dat het best knap is natuurlijk. En dan gaan wij de brug over. Ik heb de taxi er al af. Maar ik geloof niet dat hij in... nee, er is geen beweegbare brug, oké. Okay. Dan rijden we zo meteen. Nou, nu, ja. Nog niet helemaal officieel, maar... We rijden nu namelijk zo meteen het vasteland op. Nou, daar zijn we officieel niet dan. Het vasteland van Noord-Brabant.
Zometeen gaan we langzaam de bocht naar links draaien. Een klein beetje doortuffen en dan komen we in Bergen op Zoom uit. Waar die ook langs de snelweg zou te zien inderdaad, een parkeerplaats hier. Nice. Kijk, dan gaan we beginnen aan de bocht naar links. Hier rechts moet ook iets van het knopen, dat zit ook niet lekker te zien. Nee, ik geloof niet, hè? Nee. Meteen komt een grote tunnel. Ik weet niet dat het dit kleine overwegje is. Er moet zoiets van een grote tunnel komen, want die weg links die moet ons onderdoor kruisen zometeen. Uit in ieder geval. Maar niet uit. En als we dan rechtdoor gaan, dan zijn we bijna in Bergen op Zoom. Oh, hier zit de tunnel waarschijnlijk die waar ik over sprak, inderdaad de doorgaande weg. Leiden wij zo langzaam. Eindelijk Zeeland uit richting het noorden. Elf. Ik heb geen idee hoe ver we nog precies moeten. 11 is over 3 minuten. En als het mij ligt, is er wel wat aan de klappe kant. Maar ik ben nou niet van niks. Ik denk, ik zal nog even een taxi erop gooien. Kijk, er komt 100 aan. Oké, dan komen we in de buurt. Zijn we misschien toch nog aan de vloed als ik het zo zie. Bergen op Zoom. RH. Ik weet niet waar RH voor staat. Rechter hoofd. Ik heb geen idee. Dan heb ik RH net ook al een keer gezien, dus. Shit, sorry. Ik drukte wel een paar keer op enter, maar ik zat met mijn muis op het verkeerde scherm. Shit. Ik zat met mijn muis op het verkeerde scherm, want ik was bij de reisplanner aan de rechterkant in plaats van op mijn simulator. Shit, sorry. Nou, we hebben gezien hoe geweldig deze trein bent. Niet dus. Helaas, het ging zo lekker. Totdat ik in het verkeerde venster op enter duwde. Nou, ik heb nou wel genoeg op enter gedrukt, maar goed. Helaas. Nu halen we in ieder geval 11 over. In ieder geval wel. Moeten we nog een klein beetje doorduwen. 100 is ook wel in zicht, dus. Hey, twee botjes over elkaar geplakt, ja. Doortrekken naar 100 om de verloren tijd in te kunnen halen. En nu wordt het al 10. Nou, gelukkig is die groen, maar ja, wat zal het anders moeten wezen? Ja, anders dan groen, ja, inderdaad. Maar we zitten in een kerk drive, dus.
De bosjes staan trouwens wel flink dicht op, het spoor af, zo zie ik dat verkeerd. Dan weer het volgende station, Bergen op Zoom. Je kunt hier niet overstappen. Nee, dat kan niet, helaas. Nee, overstappen, dat kan hier niet. Ik dacht even dat het nog iets anders was, maar ja, dit is natuurlijk, we hebben net geen wissels gehad, dus ik kan alleen maar naar Vlissingen en naar Amsterdam toe. Dat was ik toch eventjes vergeten. En daar boven. Nou. 12 uur moeten we vertrekken, dus akkoord, toch maar net op tijd. Hey, de Q-bus staat hier. De Dorpstraat. De Q-bus naar Assen. En de Q-bus naar de garage. Ah, dat is natuurlijk mooi. Ja, die kleur doet me wel een beetje denken aan Brabant ook, maar... 12, kijk, netjes op tijd. Oh, voorzitter, dit deed niet. Oké. Okay. Zo, en door. Nog naar het laatste station. Dat is ook zijn naam van vandaag. Nationaal staat op aankomst 10 uur 24 gepland. En vertrek Roosendaal 10 uur 31. Dat is die 5. Ik dacht dat 10 minuten was. Ik denk nou, 5 minuten extra waar ik hier zie staan. Misschien is de andere kant op. Ik weet het niet. Zo. De 24 aankomen, maar omdat we toch tijd zat hebben, kunnen we daar net zo goed op tijd aankomen. Oftewel, te vroeg aankomen. Daar houden we van, hè, te vroeg aankomen. Want deze trein heeft een stiptheid van 100%, sta ik hier staan trouwens in mijn reisplanner. Dat vind ik knap, want de trein daarboven die heeft toch alweer 2 minuten vertraging. Maar ja, 2 minuten vertraging is toch op tijd, hè. Dat is toch stipt. Dat is een 5 minuten regel, hè. De krachen. Nou, wil je mij even vertellen wat ook weer de krachen is? Oh, 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 oh. Even gauw zoeken hoor, de krachen. Nou, ik zal even op de kaart zoeken. Zie ik even niet wat de krachen is? Ja, JRK. Volgens mij is RJRK is dat het spoorplan letters, denk ik. Dat zal het zijn. Ik denk dat dat het is. JRK. Ja, ik denk dat het spoorplan is. Elk spoor heeft op zijn vrije baan heeft letters. En op een plaatsement heeft het nummers. En, nou weet ik niet of, als ik nou even ga koekeloeren bij Loosendaal. Spoor 1C, 2C, ja, maar dat zijn de bronsporen. Spoor 14, ja. Ja, BA, BX, dat zijn wel inderdaad de sporenletters, ja. Nice, nice, nice. Netjes. Daar hou ik van. Realisme.
klein tempotje op. Lekker doorkrabben. Heerlijk geluid. En dan komen we eindelijk door de dichte mist zo meteen op onze eindbestemming aan. De dichte mist hield natuurlijk niet op na Roosendaal in mijn lijst van vanochtend. Maar het werd pas na Gouda werd het beter. Want in Gouda lag rijp, misschien zelfs wel een klein beetje sneeuw. Ik kon het niet goed uitmaken wat het verschil was. Maar het was in ieder geval een flinke pak rijp. En dat is weer een heel ander beeld natuurlijk dan gewoon mist. Dan zie je ineens wel wat, maar dan zie je het ineens wit. En dat is natuurlijk ook wel leuk. Nog, oh, hier staat er natuurlijk. 5,5 kilometer. Laat een stukje geen fouten meer maken. Dus ik druk genoeg op de dode man. Klein beetje erbij voordat we. Oh, daar komt 40 aan. Laat me los. Laat maar los. 40 Roosendaal in. En dan komen we ook samen zo meteen met de sporen vanuit het Limburg. België. Jezus, Limburg. Hoe kom ik daar nou bij? Ja, omdat ik aan het zuiden denk ik. Nee, vanuit België inderdaad. Welk spoor moeten wij? 4B. Ik begin het al goed in te laden, merk ik. Hier staat afremmen naar 40. Pling, verwacht ik dan nu. Niet. Normaal gesproken staat na het zijn, daar heb je dan wel een last liggen. En dan. Ah, goed, oké. Niet. En 40. Oh, nou. Voor de overweg, ja, oké, we gaan over. Dames en heren, jongens en meisjes. Wij arriveren zo meteen op geplande aankomsttijd te station Roosendaal. Onze geplande aankomsttijd was 10:24. Dus we komen zelfs nog een paar minuutjes te vroeg voor u aan. Station Roosendaal, kunt u nog overstappen op de Intercity naar Zwolle van 10:27. Ik moet even kijken, want ik heb de tijden niet goed. Naar Zwolle. Van station 3A. De Sprinter naar Dordrecht. Van spoor 3B. Oh, hier hangen die botjes aan het fokkenkool. Geniaal, jongen, die rare botjes staan. Ik denk dat het met België te maken heeft hoor. Maar omdat ze in België natuurlijk. Oh ja, omdat ze in België de seinen links hebben hangen, dat ze dan niet voor verwarring zorgen te zijn. Heb ik even slim over nagedacht, hè? Dat zal wel de reden zijn. Slingen. 3B, ja, 4B, daar stonden we ook inderdaad, ja. De Sprinter naar Dordrecht van spoor 3B. 10:41. En de Intercity naar Brussel-Zuid van spoor 4A. Die is vandaag op tijd en vertrekt voor u om 10:48. Dames en heren, wij komen zo aan op station Roosendaal. Vergeet u niet al uw spullen mee te nemen. Wij komen
Oh, we gaan door 4A heen. Dat ja, had ik natuurlijk kunnen weten, maar dat had ik niet. Er stond voor mij hier een trein en toen moest ik er omheen slingeren. Dus mij ging ik door dat spoor of zo, toen kruiste ik ineens helemaal naar rechts toe. Die stond ook nog een trein op dit spoor. Lelystad Centrum. Ja, die rijdt momenteel niet, maar... Oh, dat is geel, ja, oké, okay, duidelijk. En dan ging ik hier zo, pop pop, en dan hier zo pop pop, en dan kon je de... Ja, maar goed. Dames en heren, station Roosendaal. Als dit uw eindbestemming is, vergeet dan niet al uw spullen mee te nemen. En vergeet ook vooral niet uit te checken. Dus ik neem aan dat ze hier poortjes hebben, maar dat weet ik eigenlijk niet. Mijn station Roosendaal er niet uit geweest. Twee. Blijf ik door, ja, 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 ja. Vier. En. Ik vind eigenlijk Vlissingen. Ik ga toch niet naar Vlissingen toe. Daar staat 6, maar ik geloof dat wij er prima oppassen zo. Na de wissel, inderdaad. Top. Dames en heren. Ik vond het een geslaagde aflevering. Lekker gereden. Hey, de voorste deur gaat niet eens open. Van de held. Even lekker gereden door Zeeland. Top. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer. Bye bye.